Ik zou nu speciaal voor morgen, dat wil zeggen vandaag, iets de wereld induwen. Of was trekken het juiste woord? Of had jij gevraagd aan mij of ik me er niet mee wilde bemoeien? Ik had nog zo gezegd dat elk verhaal twee kanten heeft. Van het verhaal van vandaag gaat voornamelijk over dat men wel wist dat het zo was. Dat hadden ze in de meeting overlegd. En als ze het in de meeting hebben overlegd, dan is het zo. Dan is het zo. Dan is het zo. Het was een mooie nazomermiddag toen Hans om 1700 uur op 3 oktober 2003 besloten had niet naar huis te fietsen, maar naar het strand te gaan. Hans werkte inmiddels al 45 jaar voor Ouwehand, een visfabriek in Katwijk aan Zee. Ooit was hij als 15-jarige jongen daar begonnen met het bijhouden van de temperatuur van de viskoeling. Dat was allemaal geautomatiseerd en Hans werkt nu achter een computer. Hij zorgt ervoor dat het systeem draaiende blijft. Hans moest een steile duinheuvel op om bij het strand te komen. Dit was voor hem echter geen enkel probleem, aangezien Hans een gloednieuwe elektrische Batavus had. Met een gemiddelde van 28 km per uur en een afstand van 3,8 km was Hans er binnen no time. Hij kwam aan bij de uitwatering waar het rioolwater van een groot deel van Nederland de zee in wordt gestort. Achter hem bevond zich de Rijn die omringd werd door een grasvlakte met daarop grazende schapen. Voor hem werd het water de zee ingespoeld en daaromheen bevond zich het strand met daarop enkele toeristen. Het uitzicht was oneindig. Inmiddels was zijn telefoon 6 keer afgegaan. Clara, Hans' vrouw, zat sinds 1710 klaar met het eten. Het was nu 1717. Hans had zijn ringtoon gehoord, maar voelde niet de behoefte op te nemen nog terug te bellen. Hij zette zijn telefoon uit en toen was er een moment van leegte. Hans dacht nergens aan. Dit duurde 22 seconden. Hierna plopte een gedachte in zijn hoofd. Hij moest pissen. Om 16.45 uur had hij nog koffie gedronken om zo het laatste kwartier van zijn geestdodende werk vol te houden. Aangezien Hans al 60 was, werkte zijn prostaat niet meer optimaal en was de koffie reeds ingedaald. Nog geen seconde later werd de gedachte opgevolgd door een tweede. Ik zal plassen in de zee. Hans pleurde de Batavus in het zand, begon deze op slot te zetten en marcheerde in één rechte lijn op de branding af. Een zandkasteel moest het ontgelden. Op datzelfde moment, 2 kilometer landinwaarts op Nieuwe Duinweg 22, zat Clara half pissig en half in paniek aan de eettafel. Normaal gesproken was Hans er iedere werkdag stipt om 17:10. Je kon er de klok op gelijk zetten. De varkenslappen waren koud. Eenmaal bij de branding maakte Hans zijn gulp los en liet zijn broek en onderbroek tot op zijn enkel zakken. Het Duitse meisje dat het zandkasteel gemaakt had, keek gechoqueerd toe terwijl Hans zichzelf voldaan ontlastte. De Noordzee is een randzee.